Mijn dienst zat er bijna op. Nog 10 minuten kon ik lekker naar huis. Maar niet voordat we nog een melding kregen. Mijn collega en ik werden opgeroepen door de meldkamer van de politie. Wij kregen de melding om naar een locatie te gaan omdat een vrouw zich niet lekker voelde. Omdat ze onwel was geworden. Dus mijn collega en ik vanuit het politiebureau rennen naar onze dienstvoertuig. Instappen, sirene aan en gaan we die baan aan. En lekker keihard rijden. Sirene op, iedereen aan de kant. Jongensboek. Binnen een paar minuten waren wij te plaatsen. Ik zag dat er een deur open stond van een woning. Dus ik ben uit mijn politievoertuig gestapt en ik ben naar de woning gerend. In de woonkamer zag ik een vrouw op de grond liggen. En ik zag dat deze vrouw naast een bed lag. En aan het bed hing allerlei apparatuur. Dus ik kreeg de indruk dat deze vrouw waarschijnlijk ziek was en dat ze daarom in de woonkamer moest verblijven. Ik ben naast deze vrouw gaan zitten om te kijken of ze nog bij kennis was, of ze nog ademde. Dat was niet het geval. En op dat moment ben ik begonnen met de reanimatie, het geven van hartmassages. En ik heb heel veel mensen in mijn politiecarrière mogen reanimeren. Maar dit was bijzonder. Dit was een reanimatie die ik nooit zal vergeten. Weet u, deze vrouw was 40 jaar oud, maar ze leek wel 70. Ze was zoveel afgevallen dat ze geen vet meer had op haar lichaam. En bij elke reanimatie voelde ik haar botten kraken. Weet je, als ik erover spreek, dan voel ik nog steeds haar botten in mijn hand komen. En terwijl ik aan het reanimeren ben, voel ik dat mijn knieschijven nat beginnen te worden. En het begint te stinken. Deze vrouw had in haar broek geplast. Een slecht teken. Want vaak als mensen in zulke gevallen in hun broek plassen, betekent dat het einde dichtbij is. En gelukkig was de ambulance heel snel te plaatsen die het van ons overnam. En in de woonkamer zag ik 2 mannen die heel druk bezig waren. Deze mannen waren aan het huilen, elkaar aan het steunen. Dit waren de man en de kind, de zoon van deze vrouw. Ik heb ze beetgepakt en ben naar de achtertuin gelopen. Weet u, als de ambulance bezig is met de reanimatie, dan duurt het ongeveer 20 minuten. En binnen 20 minuten weten ze of een vrouw het gaat redden of niet. Dus wij moesten 20 minuten wachten met z'n drieën. Dat waren de langste 20 minuten van mijn leven. Er was totale stilte. Er werd niet gesproken. Alleen maar gehuild. Alleen maar gesteund. Alleen maar geknuffeld. En 20 minuten later kwam de ambulancebroeder naar buiten. Hij liep naar deze man toe. Meneer, het spijt me. Die vrouw is overleden. En zonder dat het te sprake was gekomen, zonder dat we erover hebben gesproken, draaide deze man om. Hij keek mij aan en zei, God bestaat niet, want als die zou bestaan, dan zou dit nooit hebben plaatsgevonden. En deze man die bleef me aankijken. Hij wilde een reactie van mij hebben. Ik heb geen reactie gegeven. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Wat hadden jullie gezegd als jullie in mijn schoenen zouden staan? Welke reactie hadden jullie gegeven? En ik heb er heel lang over nagedacht. Wat als? Wat als ik de tijd kon terugdraaien? En ik weer dezelfde vraag zou krijgen. Weet u, dan zou ik er nog steeds voor kiezen om te zwijgen. Want ik heb geleerd dat de pijn soms zo groot is en zo intens is, dat er geen woorden zijn die de pijn kunnen wegnemen. Je mag boos zijn. Je mag verdrietig zijn. Weet je, je mag de hemel bestoken met je vragen. Je mag schreeuwen naar God. Je mag roepen dat je het niet begrijpt. Dat je het niet mee eens bent. Je mag treuren. Jezus heeft gezegd, gelukkig zij die treuren, want ze zullen getroost worden. Maar uitkijk er in ieder geval. 2 stappen naar achteren. Gelukkig zij die treuren, want ze zullen getroost worden. Met andere woorden zegt Jezus, als je niet treurt, dan zul je niet weten hoe het voelt om getroost te worden. Dan zul je niet voelen hoe het is om door de Heilige Geest een knuffel te krijgen. Hand op je schouder. Weet ik alle antwoorden? Nee. Ik weet niet waarom er zoveel pijn is. Ik weet niet waarom er zoveel verdriet is. Maar ik weet wel dat Jezus het antwoord is. Alleen soms zijn wij zo bezig met onze strijd dat het ons niet opvalt dat Jezus achter ons aanloopt. Dat overkwam 2 leerlingen van Jezus meer dan 2000 jaar geleden. En ik zal het context even kort uitleggen voordat ik uit de Bijbel ga lezen.
Het zijn twee leerlingen van Jezus. Het is de derde dag nadat hij gekruisigd is. En ze zijn naar zijn graf gegaan en ze hebben gezien dat het graf leeg is. Ze hebben Jezus overal gezocht, maar kunnen hem niet vinden. En daarom gaan zij teleurgesteld terug waar ze ooit vandaan kwamen. En ik wil gaan lezen uit Lucas 24, 25 tot met 29. Dus als je een Bijbel bij je hebt, dan kan je meelezen, anders lees ik het even hardop. Yes, Lucas 24, 25 tot en met 29. Yes, ik ga lezen. Toen zei hij tegen hen, Jezus, hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in alle schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. En ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen. En zeiden, blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Tot dusver. Lucas 24, 25 tot en met 29. Het is de derde dag. Jezus is gekruisigd. Twee vrouwen, Maria uit Magdala, die is naar het graf geweest om Jezus schoon te maken. En zij ziet dat het graf leeg is. En deze vrouwen die gaan terug naar de overige leerlingen, 11 leerlingen, die vertellen van Jezus is er niet meer. Hij is niet in zijn graf. En al deze leerlingen die rennen naar het graf op zoek naar Jezus. Maar Jezus is nergens te bekennen. En dit waren 2 leerlingen van Jezus. En ik weet niet hoe lang zij met Jezus hebben meegewandeld. Misschien 2 jaar, misschien 3 jaar. En zijn met Jezus op pad geweest. En Jezus stuurde vaker leerlingen 2 aan 2 op zendingsreis. En misschien heeft hij deze 2 leerlingen ook op zendingsreis gestuurd. En deze leerlingen zijn naar het graf gegaan en die hebben Jezus niet aangetroffen. En dit waren 2 leerlingen die kwamen uit het dorp Emmaus, dichtbij Jeruzalem. En waarschijnlijk hadden deze leerlingen alles achtergelaten om Jezus te volgen. Misschien hadden ze hun huis verkocht. Afscheid genomen van hun ouders om Jezus te volgen. Maar Jezus is er niet. Hij is gekruisigd. En ze lopen teleurgesteld, alsof ze iets hadden verloren. Niet alleen Jezus, maar ook hun leven. Ze hadden alles achtergelaten om hem te volgen. Maar hij is er niet. Hij is in de steek gelaten. En deze 2 leerlingen zijn zo met elkaar in gesprek dat het ze niet opvalt dat Jezus achter ze aanloopt. Want Jezus was opgestaan uit de dood. Weet u, soms zijn wij zo bezig met onze strijd, met onze pijn, dat het ons gewoon niet opvalt dat Jezus achter ons aanloopt. Dat de Heilige Geest in de buurt is. Ik las laatst een verhaal van een jonge man. En deze jongen die was een gezegende man, een gelovige jongen. Die had alles wat zijn hartje begeerde. Hij had een mooie auto, een mooie vrouw, kinderen, huisje, boompje, beestje. En op een dag werd deze jongen ontslagen. En hij raakte alles langzaam bij langzaam alles kwijt. Zijn vrouw, zijn kinderen, zijn huis. En deze man die was zo wanhopig en hij kende nog een prediker. En hij dacht, weet je wat, ik ga even naar deze prediker om hulp te vragen. En als hij de ruimte inloopt van de prediker daarachterin, als hij hem ziet, wordt hij boos. En dan schreeuwt hij naar de prediker. Ik heb gesmeekt. Ik heb gebeden. Waarom geeft God geen antwoord? Waarom wil hij mij niet vertellen hoe ik uit deze situatie kan komen? Waarom wil hij mij niet helpen? En deze prediker die spreekt, maar hij praat heel zachtjes. Waardoor de jongeman het niet kan horen. En deze jonge man die doet een paar stappen naar voren richting de prediker. Ik heb u niet kunnen verstaan, meneer de prediker. Kunt u het nog een keer herhalen? En deze prediker die geeft een reactie. Maar weer praat hij heel zachtjes. En weer doet deze jongeman een paar stappen naar voren totdat hij tegenover de prediker staat. Ik heb u niet kunnen verstaan. Zou u het nog een keer kunnen herhalen? En de prediker zei, jongeman, soms moeten wij een paar stappen in de richting van God zetten om zijn stem beter te kunnen horen. Alleen deze 2 leerlingen die liepen niet naar God toe. Sterker nog, ze liepen van Jezus af.
Ze gingen terug waar ze ooit vandaan kwamen. Jezus liep achter ze aan. En het dorp van Emmaus is ongeveer 11 kilometer. 10, 11 kilometer. En Jezus die loopt achter ze aan. Op een gegeven moment spreekt hij ze aan, maar het staat er niet bij wanneer hij ze aanspreekt. En in mijn beeldvorming heeft het echt eventjes geduurd voordat Jezus deze leerlingen aanspreekt. Misschien dat hij 3-4 kilometer achter de leerlingen heeft aangelopen. Waarom? Omdat Jezus, omdat God ons altijd de ruimte geeft om te klagen. Ons altijd de ruimte geeft om boos te zijn. Om verdrietig te zijn. Maar er komt een moment dat God gaat ingrijpen. Dat was ook bij deze twee leerlingen. Jezus haalt ze in en spreekt ze aan. Waar hebben jullie het over? Jezus heeft echt wel humor. Jezus wist heel goed waar het over ging. Waarom vroeg hij hun dat? Waarom vroeg hij, wat is er aan de hand? God wist hun strijd. God wist hun problemen. Maar God wilde het van hun horen. Uit uw mond. God weet echt wel wat jullie problemen zijn. Hij weet echt wel wat jullie pijn en verdriet is. Maar hij wil het van jou horen. Hij wil het uit je mond horen. Dat je het beleidt. Wat is er aan de hand? En deze leerlingen die reageren verbaasd. Bent u de enige vreemdeling die niet weet wat er aan de hand is? Jezus uit Nazareth. Een eerlijke man. Een machtige profeet. Hij was onze laatste hoop. Hij zou ons bevrijden van de Romeinen. Maar ze hebben hem gevangen genomen. Gekruisigd. Hij is overleden. We zijn nog naar zijn graf geweest. We hebben hem gezocht, maar we kunnen hem nergens vinden. Deze leerlingen leefden in de hoop, staat in de Bijbel, dat Jezus hun zou bevrijden van Romeinen. Want ze wilden Jezus als koning benoemen. Ze hadden een bepaalde verwachting. Weet u, als wij Jezus volgen, dan doen wij dat met een bepaalde verwachting. Wat zijn jullie verwachtingen? Waarom ben jij Jezus gaan volgen als je dat al gedaan hebt? Alleen het probleem van deze leerlingen was dat zij verkeerde verwachtingen hadden. Jezus heeft nooit gezegd dat hij koning zou worden. Jezus heeft nooit gezegd dat hij ze zou bevrijden van de Romeinen. Ze hadden een verkeerde verwachting. En Jezus die heeft nooit tegen jou en mij gezegd dat we het makkelijk zouden hebben. Als jij, we zeggen heel vaak ja in Nederland, als dat begrijp dat het in België niet het geval is. Als ik ja zeg, bedoel ik eigenlijk u. Als jij Jezus bent gaan volgen, omdat je denkt dat je makkelijke leven zult hebben, dan ga ik je teleurstellen. Jezus heeft nooit gezegd dat we het makkelijk zouden hebben. Sterker nog, Jezus heeft gezegd dat we ons kruis moesten dragen. Jezus heeft gezegd dat we vervolgd zouden worden. Dat we het zwaar zouden hebben. Maar hij heeft ook beloofd dat hij ons niet in de steek zal laten. Dat hij ten alle tijde bij ons zal zijn. En Jezus die wordt boos op de leerlingen. Hij zegt, hebben jullie dan zo weinig begrip? Begrijpen jullie het dan niet? Jullie zijn 2 jaar met mij opgetrokken. Ik heb jullie dagelijks gepreekt wat er zou gebeuren. Jullie hebben toch de Tora gelezen, de Bijbel gelezen? Daarin stond toch vermeld wat er moest gebeuren? Zijn jullie zo traag van begrip? Weet je, deze leerlingen die kenden Jezus niet. 2 jaar zijn ze opgetrokken met hem. Twee jaar lang heeft hij ze gepreekt, maar ze wisten niet wie Jezus was. Ze wisten niet waar hij vandaan kwam en waar hij naartoe ging. Ook wij dagelijks kunnen naar de kerk gaan. Misschien gaat u al 10 jaar naar de kerk, 15 jaar naar de kerk, zonder dat we Jezus echt kennen. Waarom? Omdat wij selectief luisteren naar de woorden van Jezus. Dat deden deze leerlingen ook. Jezus zei, ik zal jullie bevrijden. Oh, niet van de Romeinen, maar van het kwaad. Jullie zullen het licht zijn op plaatsen waar het soms donker is. Deze leerlingen hadden selectief geluisterd. En Jezus die geeft een Bijbelstudie waar ik heel graag bij had willen zijn. De beste Bijbelstudie die je kan krijgen. Van de meester zelf. Ik krijg een berichtje. Naar de hemel hoop ik. Dat het goed gaat. Dat ik goed preek. Dus Jezus die geeft een
geweldige Bijbelstudie. Hij pakt alle boeken erbij van het Oude Testament en zegt, dit gaat over mij. Mozes gaat over mij. Het verhaal van Jericho gaat over mij. Het verhaal van Nehemia gaat over mij. Want alles gaat over Jezus. En terwijl Jezus hun een Bijbelstudie geeft, hebben ze nog steeds niet door dat het Jezus is. Hun ogen zijn nog steeds gesloten. Oh, je kan de beste Bijbelstudie krijgen die je wenst. Ik kan hier echt de beste preek geven die je misschien ooit hebt gehoord. En ik hoop het van harte. Maar je ogen kunnen nog steeds gesloten blijven. Want het antwoord is niet vaker naar de kerk gaan. Het antwoord is niet vaker naar een preek luisteren. Of vaker een Bijbelstudie krijgen. Het antwoord ligt ergens anders. Ik ga jullie kort een verhaal vertellen. Ongeveer 2 jaar geleden. Had ik een vroege dienst. En als ik een vroege dienst heb, dan begin ik om, 6 uur, best wel vroeg. En ik had het was op een zondag, 25 december. Dus in het Europa geboortejaar, op geboortedag van Jezus. Een bijzondere dag. Mijn collega's die gingen boven in het politiebureau bakje drinken en donuts vreten. Dus ik denk, jongens, ga jullie gang. Ik ga even naar buiten, ik ga even een boef vangen. En ik zat op die dag op een motor. En ik verlaat het bureau en ik zie in de verte 2 jongens op een scooter. En ik dacht echt bij mezelf, het is zondag, het is 25 december. Weet je, misschien zijn deze jongens onderweg naar een kerk, in mijn naïviteit. Ik dacht, nee, dat kan niet. Ik ben ook jong geweest. Zo vroeg ga je niet naar de kerk. En ik dacht bij mezelf, misschien zijn ze onderweg naar werk, om te werken. Nee, dat kan ook niet. Het is zondag vroeg, deze jongens komen waarschijnlijk uit een kroeg. Die hebben waarschijnlijk gedronken. Dus ik rijd met mijn politiemotor naast deze jongens. Ik doe mijn helm open, een beetje streng. Ik zeg, jongens, even stoppen. Die gaan ze gelijk stoppen. Ik zeg, ik wil even controleren je rijwijs en of je geen alcohol hebt genuttigd. Nou, de bestuurder die gaf zijn rijwijs. De rijwijs was in orde. En toen moest hij blazen op zo'n apparaat. Ik weet, in België hebben jullie dat ook? Als jullie alcohol hebben? Ja? Jullie hoeven niet zo in de mond van een politieagent te blazen? Oké. Daarbij wil ik niet zeggen dat wij wat verder zijn, maar ik hoop niet dat hij overkomt. Dus ik blaas zo'n apparaat in zijn mond en hij blaast te veel. Dus dat betekent dat hij te veel alcohol in zijn lichaam had, in zijn bloed. Zij werd gearresteerd door mij. Moest mee naar het politiebureau. En op het politiebureau zat deze jongen tegenover mij en ik was bezig met een procesverbaal schrijven. En hij kreeg gewoon een bekeuring van mij, omdat hij te veel had gedronken. En terwijl ik bezig ben om zijn gegevens in te voeren, zie ik dat hij 2 namen heeft, voornamen. Hij heette Gideon en Immanuel. Weet je, eigenlijk mag je op werk niet evangeliseren. Eigenlijk mag je niet over Jezus praten. Maar goed, je mag heel veel dingen niet. Dus ik maak gebruik van de gelegenheid. Ik zeg, jongen, Immanuel, weet je wat dat betekent? Dat is een prachtige Bijbelse naam. Ik zeg, dat betekent God met ons. Hij zegt, dat moet nog blijken. Ik denk, wat zegt hij nou? Ik mijn toetsenbord opzij en ik moest zeg maar die dag nog preken. En ik denk, weet je wat, prachtige gelegenheid om mijn preek alvast op hem te oefenen. Ik heb de beste preek van mijn carrière aan hem gegeven. En terwijl ik aan het preken was, zag ik dat deze jongen steeds kleiner en kleiner werd. Het was niet meer de stoere jongen op straat. En op een gegeven moment zegt hij, meneer, bent u gelovig? Ik zeg, jongeman, nog erger, ik ben een prediker. Hij zegt, dat meent u niet. Ik zeg, dat meen ik wel. En hij begint te vertellen dat zijn ouders gelovig zijn. En dat hij ook gelovig was. Maar dat er een moment was gekomen dat hij van het geloof weg was gegaan. En op een gegeven moment zei deze jongen, weet u wat meneer? Het is zondag, mijn ouders die gaan zo meteen naar de kerk. Ik ga met ze mee. Natuurlijk kreeg hij nog een bekeuring van mij hoor. Het is niet dat hij geen bekeuring kreeg. Weet je, een week later zag ik deze jongen nog steeds met criminelen omgaan. Je kan de beste preek van je leven horen. Je kan de beste Bijbelstudie krijgen die je maar wenst. Maar dat zal niet altijd de verandering in jouw leven brengen die jij nodig hebt. Er is meer nodig. En ik las net dat zij op een gegeven moment Jezus en deze 2 leerlingen, die komen bij het dorp Emmaus, waar deze 2 leerlingen wonen. En Jezus deed alsof hij verder wilde lopen. Waarom? Omdat Jezus geen inbreker is.
Ik heb heel veel inbrekers aangehouden als politieagent. Jezus voldoet niet aan het profiel van een inbreker. Jezus is een gentleman. Jezus zal altijd doen alsof hij voorbij jouw huis wil lopen. Waarom? Omdat hij uitgenodigd wil worden in jouw huis. En deze leerlingen die begrepen dat. Het was donker. Het is donker, je moet niet verder reizen, want het is gevaarlijk. Kom maar in ons huis, blijf in ons huis. En morgen als het licht is, mag je verder reizen. Dat deed Jezus. En als Jezus in het huis is, het eerste wat hij doet is het brood pakken, breken, zegenen, uitdelen. Weet je dat dat eigenlijk de taak is van de gastheer? De taak van deze twee leerlingen was? Niet de taak van Jezus. Maar als wij Jezus uitnodigen in ons huis, dan neemt hij de controle over. Waarom? Omdat hij heel goed weet wat wij nodig hebben in ons leven. En op het moment dat Jezus het brood breekt, brood staat symbool voor zijn lichaam, hij deelt zijn lichaam uit aan de leerlingen, op dat moment gaan hun ogen open. Wanneer gaan onze ogen open? Als wij Jezus uitnodigen in ons huis, in ons hart. En als wij geestelijke voedsel met hem gaan eten. Wat is geestelijk voedsel? Als een bijbeltje openen, naar zijn woord luisteren. Hem uitnodigen in ons huis, in onze woonkamer, in onze slaapkamer. Dan pas zullen onze ogen openen, opengaan. Niet een preek, niet een bijbelstudie, niet de beste worship. Jezus uitnodigen in ons huis. En Jezus die mocht niet verder reizen omdat het donker was, omdat het gevaarlijk was. En als hun ogen open gaan, het eerste wat ze doen is in het donker, in het gevaar, terug naar Jeruzalem. Als je ogen open gaan, dan zul je op de plaatsen gaan waar jij geroepen bent. Deze leerlingen waren geroepen om in Jeruzalem te zijn. Ik wil zo meteen gaan afsluiten, misschien dat de band alvast naar voren kan komen. Weet u, ik spreek bijna elke zondag. Als ik vanavond heel laat thuis ben, moet ik morgen heel vroeg naar een andere spreekbeurt. Ik spreek bijna elke zondag. Maar ik heb niet, eigenlijk nog nooit mogen ervaren wat ik vandaag daarachterin heb mogen ervaren. Terwijl we aan het zingen waren, de rustige nummers, kreeg ik tranen in mijn ogen. Ik begon te huilen. Nog nooit meegemaakt. Ik word er emotioneel als ik terugdenk. Terwijl ik aan het huilen ben, vraag ik aan Jezus, waarom? Waarom ben ik eigenlijk aan het huilen? Waarom raakt dit mij? Ik kreeg het gevoel alsof Jezus zei, maar er is zoveel pijn in deze ruimte. Er is zoveel verdriet. Maar wat jij nu voelt is maar een klein beetje van dat pijn, van het verdriet, van de teleurstelling. Weet je, misschien heb je het gevoel dat Jezus jou in de steek heeft gelaten. Vanwege de dingen die je hebt meegemaakt. Maar mijn boodschap is dat Jezus jou niet in de steek heeft gelaten. Jezus die loopt achter je aan. Hij is in de buurt. Maar soms zijn wij zo bezig met onze strijd, met onze pijn, dat het ons niet opvalt. Ik ga jullie een verhaal vertellen, een waar gebeurd verhaal. Die heeft plaatsgevonden in 1950 in Verenigde Staten. Er was een jonge man, hij heette Bill. En deze Bill die was aan het studeren aan de universiteit. Maar het probleem van deze student was dat hij niks kon zien. Hij was blind. En zijn professor die was wel benieuwd hoe dat kwam eigenlijk. Wat was er gebeurd dat hij niet kon zien? Op een dag had hij genoeg moed verzameld om aan de student te vragen wat er was gebeurd. En deze student begint te vertellen. Hij zegt, toen ik tiener was, heb ik een auto-ongeluk gehad. Sindsdien kan ik niet meer zien. Hij zegt, in het begin was ik zo boos op iedereen, maar vooral op God. Het enige wat ik deed was mezelf opsluiten in een kamer. Huilen, schreeuwen naar de hemel.
Ik was bitter. Ik wilde niemand spreken. Deze professor die is verbaasd. Hij zegt, maar je bent zo vrolijk nu. Je bent aan het studeren. Wat is er gebeurd met jouw leven? Want je bent niet de persoon die je net omschreef. Hij zegt, oh, maar dat is de verdienste van mijn vader. Hij zegt, op een gegeven moment was mijn vader het zo zat. Hij kwam naar mijn kamer. En hij schreeuwde naar mij. Hij zegt, jongeman, jij gaat alle ramen schoonmaken van onze woning. En ik ga zo meteen weg. En als ik terugkom en de ramen zijn niet schoongemaakt, heb je een probleem. Hij zegt, ik heb mijn vader nog nooit zo boos gezien. Hij schreeuwde naar mij, verliet de woning en gooide de deur keihard achter zich dicht. Hij zegt, oh, wat hoopte ik dat ik zou vallen. Dat ik iets zou breken, zodat mijn vader zich schuldig zou voelen. Maar ik viel niet. Ik brak helemaal niks. Hij zegt, beetje bij beetje kon ik de spullen vinden die ik nodig had. En ik begon de ramen schoon te maken. Hij zegt, op dat moment besefte ik dat mijn leven nog niet voorbij was. En terwijl hij dat vertelt, krijgt de student tranen in zijn ogen. Hij zegt, jaren later ben ik nog iets achtergekomen wat op die dag heeft plaatsgevonden. Hij zegt, mijn vader is de hele dag niet weg geweest. Hij liep 1 meter achter mij om te voorkomen dat ik zou vallen. Om te voorkomen dat ik wat zou breken. Mijn vader had de woning niet verlaten. En misschien heb je hier het gevoel dat Jezus jouw woning heeft verlaten. Dat je alleen bent. En ik word emotioneel omdat ik voel wat ik daar voelde net. Jezus heeft je woning niet verlaten. Je bent niet alleen. Hij loopt achter je aan. Maar neem even de tijd om stil te staan. Even naar achteren te draaien. Want Jezus is in de buurt. Ik wil voor jullie gaan bidden. Misschien kunnen we onze ogen dicht doen. Even tijd nemen. Terwijl ik aan het bidden was achterin, kreeg ik beeld. 2 beelden. Ik zag een klein meisje die hield een hand vast van 1 ouder. Ik kreeg het gevoel alsof God zei, er is een meisje in deze ruimte. Die is opgegroeid met 1 ouder. Ik kreeg het gevoel dat 1 van de ouder was weggegaan. Misschien ben jij hier, dat meisje waar ik het over heb. En heeft 1 van je ouders jou in de steek gelaten. Dan wil ik specifiek voor jou bidden. En ik kreeg nog een beeld. Ik zag een oudere vrouw op een sterfbed. Ik kreeg de indruk dat ze een ziekte had, kanker. Dat ze aan het sterven was. Misschien is het je moeder. Misschien is het je oma. Dan wil ik specifiek voor je bidden. Maar ik wil ook voor je bidden als je het gevoel hebt dat je alles bent kwijtgeraakt. Dat je er alleen voor staat. Als je het gevoel hebt dat je een specifiek gebed hebt, dan mag je je hand opsteken. Ik weet misschien dat het eng is op dit moment, maar het gaat tussen jou en Jezus. Vergeet de rest. Vergeet je buurman en buurvrouw. Als jij het gevoel hebt, dit gaat over mij. Ik voel me verloren. Ik voel Jezus niet in de buurt. Bid voor mij. God, Vader, dank u wel voor deze dag. Heer God, dank u wel voor deze bijeenkomst, Vader. Jezus, dank u wel dat wij niet alleen zijn. Ook al hebben wij soms het gevoel dat we alleen zijn. Maar dat u er altijd in de buurt bent. Dat u achter ons aanloopt. Heer God, ik bid dat deze mooie mensen, Heer God, uw kinderen, Vader, dat ze dat mogen ervaren. Heer God, ook al durven ze hun hand niet op te steken, Vader. U kent ze. U weet wat er speelt, Vader. Heer God, ik bid dat ze vanavond u zullen uitnodigen in hun huis, in hun hart, Heer God. Heer God, dat ze geestelijk voedsel met u mogen delen, Vader. En dat hun ogen mogen opengaan. Dat u de koning bent. Dat u hun wilt troosten, Heer God.
gaan samen nog wat liederen zingen. Heel kort.